Suriname heeft geen last van malaria-gevallen, bevestigt Maureen van Dijk, onderdirecteur medische zaken van de medische zending, in gesprek met de redactie. Volgens Van Dijk is er in Suriname in de afgelopen maanden geen malaria-overdracht van persoon tot persoon geregistreerd. Kijk, muskieten zijn er zijn ouder dan de mensheid. Dus en met de regentijd, of laten we het zo zeggen, in Suriname hebben we ziekten die door muskieten worden overgebracht. We hebben bijvoorbeeld malaria. En gelukkig, de malaria-muskiet vindt het niet zo prettig in de stad en in de kustvlakte. Dus die is meer het binnenland. En we zijn nu in de fase van eliminatie van malaria. Niet van de muskiet, dus van malaria, de parasiet. Waarbij we de afgelopen jaren geen overdracht hebben gehad in Suriname van malaria, dus niet van persoon tot persoon. We hebben wel importgevallen. En dat zijn dus gevallen waarbij men naar het buitenland is geweest. Er zijn mensen die met malaria in hun systeem afreizen, de verschijnselen vertonen, maar het niet overdragen. Van Dijk is zeer te spreken over de award die Suriname kreeg van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie voor het tegengaan van malaria-overdrachten. We hebben het afgelopen jaar importgevallen gehad die door zowel de medische zending als BOG, als het malaria-programma, als de andere, de, wat we noemen, private lab, gediagnosticeerd zijn geworden en ze zijn allemaal behandeld geworden. De meeste van ze komen vanuit Guyana. Van Dijk stelt dat de muskietenplaag die verschillende gebieden momenteel teistert niets te maken heeft met de malaria-muskiet. Wel worden er veel dengue type 3 gevallen geregistreerd in Suriname. Ja,